heb wat beelden gezien. De game ziet er ongelooflijk uit. Anderzijds, ik heb al gehoord over een boss battle. Volgens mij de eerste boss battle. Die zo ontiegelijk moeilijk is. Dat ik eigenlijk al een beetje in mijn broek aan het poepen ben. I know. Maar het is gewoon de waarheid. Voordat we in de game gaan duiken, checken we heel even de settings. Wat ik zeg, dit is letterlijk de allereerste keer dat ik hem opstart. Dus even kijken of alles goed staat. Graphics settings, limit frame rate. Waarom zouden we dat doen? VSync off, HDR off. Just brightness, prima. Auto detect best rendering settings. Oké, nou dan target. Wacht even hoor. Of quality settings, gewoon zo. Ja, zet hem op frame rate limit zo. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Ray tracing, dat gaan we niet aanzetten. Nou, laten we gewoon op high setting spelen. Speciaal voor jou, man. Cruise een beetje, kerel. Main system activating combat mode. Commence mission. We'll start by clearing the way for Archimus. Ja, de S-rank hoeft voor mij niet dan. Take out the Gatling cannons protecting the city. And the Baus Tetrapod MT further in. There's heavy fire coming from up top. 621, keep an eye out for cover. Don't ever climb the wall, Corporation Dog! Coral, the fine with Rumatog! Ja hoor, waarom ging dit daar ineens stil van? Mech Warrior was de game waar ik het over had. De game heette Mech Warrior. Ik weet het weer. Die was er nog eens. Deze met VR 2 te spelen? Nee. Het is een PC game die ik heb. Wauw, door wat? Wat een onzin. Door wat werd ik geraakt? Zijn de flash bestempeld als time waste of niet? Ah, ik vond hem wel leuk. Ik vond hem wel nice. Nee, ik had de rest maar nog niet gezien.
ga er trouwens wel vanuit dat je dan HBO Max hebt. Maar heeft die, ja, die bipedal helemaal. Two repair kits remaining. Gero, blijf die lok nou eens hier staan. Goed, dus heb ik nu de checkpoint en dan heb ik ook gewoon mijn wapens reset. Toch vind ik het lock-on mechanisme, ik vind het heel erg lekker werken. Even kijken of we bij de settings iets kunnen veranderen ofzo. Ik ben er nog niet heel blij mee. Doing it wrong? Hoezo? Vorige keer is het me dit niet gelukt. Oh shit, die zag ik niet. Die had ik ook niet gezien. Doing it wrong, yo. Enlighten me, zou ik zeggen. Of
afgelopen vrijdag bij einde van de week live kwam ik weer eens voor mijn gevoel te laat. Dus ik zei weer eens sorry dat ik te laat ben. Skate reageerde op de morgen. Dit is de laatste keer dat ik je sorry wil zeggen. Het is helemaal niet echt dat ik te laat ben. Het is een beetje in mijn gen dat ik altijd excuses aanbied als ik te laat ben. Ergens in de chat, ook in het dagelijks leven als iets gebeurt. Maar je hoeft geen sorry te zeggen, dat is het hele punt. Je hoeft geen sorry te zeggen. Dat is absoluut niet nodig. Hoe is die Wesley? Dat was volgens mij ook nog een soort van collectible of zo. Precies wat ze racer zegt. Precies inderdaad, ja. Yo, goeie avond Jojo. Wat leuk man. Ja, ik vind het cooler dan dat ik dacht. Het is af en toe best wel pittig. Maar je leert elke keer nieuwe strategieën en tactieken te checken. Dus het voelt niet unfair ofzo. Ik ben vooral mijn mech aan het levelen en het upgraden. Nee, het voelt zeker niet arcade. Absoluut niet. Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar als je er zelf mee speelt, dan merk je dat toch heel anders voelt. Het voelt veel meer sluggish dan dat. Ja, een hele fijne avond, Mistex. Rustig aan, man. While you hit its blind spot.
Fuck. Sap, 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 goede avond, mootjuichen. Yo, Smash, thanks voor die 49 maanden, jongen. Hoe is het? Fucking hell. That's the Juggernaut, a heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. Wall climber is a success. But pilot, Rusty, it seems he knew who you really are. Nou, we niet gecheckt bij de Gamescom, maar ik zou je ook heel eerlijk zeggen, ik ben er niet in geïnteresseerd, de PlayStation Portal. Oei. Operation Wall Climber, jongens. En ook een aardig wat zakcentje verdient hier. Dit was Armored Core 6, Pyres of Rubicon. En dit was een eerste indruk van de game. Ik moet zeggen, intens. Bijzonder intens. Maar super tof om te spelen. Zeker bij de wat moeilijkere missies. Kijk, op het begin ram je er nog wel redelijk snel doorheen. Zeker een aantal missies. Dan vraag je af, oké, hier zit niet echt een moeilijkheidsgraad in. Maar ja, dan gaat het waarschijnlijk om je rank halen. Gewoon wat money grinden natuurlijk. Dat soort zaken. Maar op een gegeven moment, wanneer je bij de moeilijke missies komt, moet je echt een strategie en een tactiek gaan ontwikkelen. En dat is eigenlijk wanneer deze game echt vet begint te worden. Je zag hoe ik zat te zweten om die bepaalde checkpoint te halen. En ja, ook de boss battles. Ik heb er tot nu toe, ja, dit zijn de wat kleinere bosses denk ik natuurlijk. Ik heb er maar een handjevol gehad. Ze zijn tof. Ze zijn ook uitdagend en wanneer je hem door hebt,
super, super lijp om zo op die manier te verslaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit was Armored Core 6 dus. En binnenkort de review bij GameKings.tv. Skate heeft hem al, volgens mij de afgelopen 2 weken al zitten spelen. Of de afgelopen week in ieder geval. En die is er denk ik ook zo goed als al klaar mee. Aanstaande maandag neem ik met hem de review op, de premium review. En uiteraard de open review. En we laten je dan weten of het kopen, budget, bak of slopen is. Voor nu, bedankt voor het kijken jongens. Love y'all, een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Bye bye.